die via de trechten volgegooid worden met voer. Oh, en daardoor denk ik aan een vreselijk iets. Breda Nu. Je weet het meteen. Elke Bredanaar kent hem wel. De grote rode trechterman. Maar waar staat deze jongen nou eigenlijk voor? Hoe is hij hier terechtgekomen en door wie? Wij zijn heel benieuwd en hebben het voor je uitgezocht. We zijn langsgegaan bij de kunstenaar in Rotterdam en vroegen de mensen op straat. Wat denkt u nou als u deze rode trechterman ziet? Ja, ja. Het is iets aparts, hè. Heeft u het wel eens gezien? Ja, dat is bij de afslag van Bavel. Ja, vanaf snelweg. Nou, wij zijn heel benieuwd wat u ervan vindt. Ja, het is iets apart. Ja, ik vind het niet meer standaard. Je zit er niet meer staan? Nee, ik vind het dus iets apart, ja. Nee, ik heb geen idee wat het is. Heeft het nooit gezien? Nee. Nee. Ik zou je vertellen, dit is het trechtermannetje. Het staat langs de A27 in Breda. Bent u er nooit langs gereden? Ja, dat zou kunnen, maar ik heb er niet op gelet eigenlijk. En wij zijn aan het uitzoeken wat nou eigenlijk de mensen denken, wat de boodschap is van dit kunstwerk. Dus we zijn heel benieuwd, wat denkt u waar dit kunstwerk voor staat? Nee, dat zou ik echt niet durven te zeggen. Wat is het eerste wat in u opkomt? Een woord of iets, waar denkt u aan als u dit ziet? Ja, ik denk op zich, ik die trechter, denk van ja, iets met drinken, ik weet het niet. Iets met drinken? Ja, ik zou het echt niet weten anders, ja. Ik weet zo niet waar het staat, maar... Heeft u het wel eens gezien? Nou, niet dat ik mij herinner, maar... Maar dit is een kunstwerk wat langs de A27 staat. Wat vindt u van het kunstwerk? Wat komt er in u op als u het ziet? Er komt er in me op, ja. Een trechter die het in zijn mond heeft, een persoon. Die de ringen opvangt, ik weet het niet, maar het water opvangt of... Nee, ik heb het nooit gezien. Nee. Wat is uw eerste indruk ervan? Dan ga ik even mijn bril opzetten. Het leek me een liggend naakt. Het doet mij denken aan de ganzen in de Périgord, die via de trechten volgegooid worden met voer. Oh, en daardoor denk ik aan een vreselijk iets. En daardoor, ja, waar denkt u mevrouw aan? Daardoor wordt hun leven heel groot. En dan kun je die met een molentje wordt het voer in de stort gedraaid. Ja. Kent u dit kunstwerk? Ja. En waar staat het? Langs de A59 of ja, A27. Inderdaad. Of A27. Wat is uw eerste indruk als u langs dit kunstwerk rijdt? Wat denkt u dan van het kunstwerk? Gewoon leuk. Leuk? Ja. Apart. Want u vindt het een mooi kunstwerk? Ja. En wat denkt u, stel, wat is de boodschap die de kunstenaar wilde uitdragen met dit kunstwerk? Kom maar op. Zoals je ziet... Heel veel verschillende meningen en ideeën over wat de trechterman nou eigenlijk is. Maar ik ben zelf wel heel benieuwd. Wat is de trechterman? Dus laten we naar Rotterdam gaan om het uit te zoeken. Ik ben Joep van Nieshout en achter mij is Atelier van Nieshout, mijn atelier dus. Dus daar maken we alle kunstwerken. Ja, mijn werk gaat vaak over het individu in de samenleving. Dus de behoefte aan vrijheid die iedereen heeft voor zichzelf. Maar tegelijkertijd ook een beetje de verplichtingen die je hebt aan de samenleving. Dat je zorgt dat alles een beetje schoon en bruikbaar blijft. En dus een man met een trechter in zijn hoofd. Dus ja, dan ben je dus eigenlijk afhankelijk van heel veel dingen. Iedereen kan er zeg maar eten en drank in gooien. En dan mijn idee is dat zeg maar als je zo'n snelweg hebt, waar dan voornamelijk mensen naar hun werk gaan en ook vaak in de file staan. Ja, geeft dat voor mij een gevoel weer. Zo van ja, weet je wel, daar liggen we dan en dan... We hebben een trechter ons bek en tegelijkertijd zitten we in een auto op weg naar ons werk, op weg naar huis, op weg je kinderen op te halen, naar de sportschool. Dus allemaal dingen die je moet. Het mooie van kunst is dat dat niet wordt voorgeschreven en hoe je erover moet denken. En dus ik vind het helemaal prima dat iedereen zijn eigen manier heeft om dat te interpreteren. En sommigen die zullen zeggen van ja, dat gaat, dat ben ik, weet je wel, want ik zit hier ook in mijn auto in de file. Anderen zullen zeggen van, er is iemand die lekker dronken worden is. Anderen zullen zeggen van, nou, ik zie er helemaal niks in, ik vind het een lelijk ding. Dus dat is het mooie van kunst, dat het dus eigenlijk iedereen zijn eigen betekenis aan kan geven. Ik vind het heel goed dat het een landmark is. Ik weet eerlijk gezegd niet precies hoe iedere Bredaaienaar erover denkt. Ik heb alleen in de krant gelezen af en toe dat hij aangekleed wordt of iets in die richting. En dat vind ik leuk op het moment, zolang zeg maar, het beeld gewoon weer ja, in ere blijft en mooi blijft. En volgens mij is daar nog wel wat te doen, want het ziet er niet zo heel fraai meer uit. Het zou eigenlijk een keertje geschilderd en een opknapbeurt moeten hebben. Eindelijk, na al die jaren, is de identiteit van deze jongen onthuld. De trechterman.
Hij staat voor ons allemaal, voor alle mensen. De mens die dagelijks in de file staat, die verplichtingen heeft, die dingen moet doen, maar ook voor onze vrijheden, die we allemaal kunnen nemen en pakken als we het willen. Ben je ook benieuwd naar iets in de stad waarvan je denkt van, hé, waarom staat dat daar? Wat betekent dan? Mail ons dan naar redactie@bredanu.nl en wie weet zoeken wij het wel voor jou uit. Bedankt voor het kijken en wie weet tot volgende keer. Breda Nu. Je weet het meteen.